Het bestuur van SV Urk zit met de handen in het haar. De gemeente heeft 6 ton toegezegd, waarvan 5 ton kan worden gebruikt voor 16 nieuwe kleedkamers. Maar dat is te weinig volgens de voetbalclub. Er is een raming gemaakt, die komt nog veel hoger uit. En, uh, ik had zelf al verwacht voor 5 ton dat uh, die dingen te realiseren, maar ja, dat schijnt niet te lukken. En dus ziet SV Urk zich genoodzaakt tot een groeistop. Want de kleedkamers zijn te verouderd en kunnen niet meer voetballers herbergen. Als er niet snel verbeteringen worden aangebracht, zal de KNVB het complex hoogstwaarschijnlijk afkeuren. Over een paar dagen is er een nieuwe inspectie. Wij wachten af wat de, wat de KNVB gaat zeggen. En als wij volgende week de r gehad hebben en de KNVB die keurt het af... dan moeten wij afwachten of wij het nieuwe seizoen wel, wel mogen voetballen zonder kleedkamers. Op dit moment staan er 50 voetballers op de wachtlijst bij de Urken Voetbalclub. Verwacht wordt dat dat aantal komend seizoen stijgt.